Er zou een reiskostenvergoeding zouden komen. Omdat ik dus helemaal vanuit Oldenburg koop. Maar ik heb nog niemand gezien van hoeveel is dit en wat zullen we maar. We matsen u een beetje en we ronden het naar boven af. Dan kunnen we toch niet met al die camera's hier op u gericht praten over reisvergoeding. Ze zien alles. Een goede vriendin van mij. En ze wil bewust alleenstaand moeder worden van een knap, intelligent, getalenteerd kind. Nou, dan kom je al gauw bij die dekhengst van Groenendijk uit. Laten we eerlijk zijn. Potverdorie, gozer! 19 jaar, 2 weken lang Bangkok nou! Je gaat de tijd van je leven hebben, hoor. Zal ik hoogstpersoonlijk voor zorgen? Nee, ik ben net als jij natuurlijk. Ik ben een echte tieteman. Oh, dat had je in je handpalm geschreven. Nee, niet? Ja. Zo kom. Oh, dat gaat lekker. Het is wel een lekkere vent, hè? De meeste kerels, ik weet niet wat uw ervaring is, maar ik vind de meeste mannen zijn horrorkerels. Die duiken s'avonds de bed en die gaan met die kont naar je toe liggen snurken. En niks van welterusten prinsessenkind of dottekees, niks. Hè? Dat moet ik niet, dat moet ik even vertellen. Ik geef een zwerver wel eens een gulden en dan zeg ik, koop er maar een winkelwagentje voor. Ik speel vaak een Haagse nakko, maar Rick, zo heet hij, dat is een maatje van mij, dat is echt een nakko. Die doet geen flikker, die gozer. Die is net zo oud als ik, die heeft zijn hele leven maar 4 dagen gewerkt, jongen. Dan zeg ik altijd, hey Rick, ouwe gek. Alles goed, wat doe je op het ogenblik? En dan zegt hij altijd, jekkas, zo weinig mogelijk. Goedenavond, Gemma. Gijs, gezellig. Geile griet. Gijs, gekkerd. Gunstige gelegenheid, Gemma. Gruwelijke geur. Oh, Guus. Gemene gluiperd. Ah, genoeg gezien. Guus, geen gevolgtrekkingen. Gelebber. Gedegenereerde Giethoornse gulpengluurder. GELACH